Hallo allemaal, welkom in deze nieuwe vlog. Ik ben Luan Bellinga en ik ga vandaag gewoon een leuke praatvideo maken over alles. En ik ga jullie bedanken. En ondertussen heb ik deze leuke slime. Kijk. Dus dan kan ik ondertussen, terwijl ik praat, lekker met deze slime zo kneden. Heel grappig is dit. Kijk, en dan... Oh, het script. Daar ga ik zo meer over te vertellen. Maar kijk, dan maak je het gewoon zo plat. En dan kun je een bol maken. Tenminste, dat staat op het plaatje. Haha. Oké, jongens. Dat is helemaal niks. Helemaal niks. Wow. Geweldig. Oké, dit moet ik dichtmaken. Yo. Kijk. Check it. Hallo. Maar ja, dat. Jullie weten tenminste nu wel, als jullie mij lang volgen en de hoofdkanaal volgen, dat we een Bellinga-film gaan maken. Superleuk, Huis op Stelten. En ik heb een paar dagen geleden van Martijn, dat is de schrijver van de film, die heeft allemaal bedacht, heel knap, echt. Bravo. Maar dit is dus het script. Ik ben nu bij bladzijde 21. En hij gaat tot en met bladzijde 62. Nou, heel leuk. Hier. De Bellinga's. Huis op Stelten. En dan elke avond ga ik zo rond 8:30 in bed. Half uurtje lezen. Slaap ik vaak om 8:30, 9:00. Heerlijk vind ik dat. Vaak ook wel wat later. Hoort erbij bij de leeftijd. Maar dan zit ik dit lekker in mijn bed te lezen. Ik vind dat gewoon heerlijk. En ik weet ook helemaal niet wat het script is. Dus elke avond lees ik vaak even 30 minuten, 3 kwartier, 1 uurtje ja, naar het script. Echt wel lang. Maar dat vind ik juist ook leuk. Want ik had in 1 nacht... 21 bladzijden gedaan. Gisteren was mijn eerste avond dat ik een stukje lees. Nou, 21 bladzijden gelezen in 1 avond. Ja, in 3 kwartier. Dus ja, lezen door dit vind ik wel echt leuk. En ik ga wat zoeken. Het heel even zoeken, jongens. Kijken of ik een leuk stukje kan vinden. Ja, hier een leuk stukje. Terwijl Luan terug binnenkomt met de hondjes en de vlogcamera gaat bekijken, zet Bets met zijn rug naar de kids toe. Een bak koffie uit haar eigen koffiezetapparaat zelf meegenomen. Terwijl de koffie loopt, praat ze tegen de kids. Bets zegt dit. Ik heb zitten nadenken. Jullie zijn de hele dag druk bezig met schermpjes. Dit. Schermpjes. Dat. Telefoontjes, games. Maar wat nou als we een weekend zonder schermpjes doen? Een weekend lol trappen zonder dat daar ook maar een scherm aan de pas komt. Wat denken jullie ervan? Ze draait zich om met de koffie en beseft zich dat de kids totaal niet geluisterd hebben. Lucilla belt met hun vriendinnen aan de telefoon. Luxie achter de iPad en Luan is heel druk bezig met de vlogcamera. Ja, dus dat is natuurlijk ook heel leuk. Oeh, ik ben niet wild. Ik moet wat hogers hebben. Oh, hier. Hier. Hé! De pepermento's van Wilhelmina. Jongens, dit is veel beter. Maar dat... Oeh, lekker slijm.
Ja, de videoclip die staat ook online. En ja, dankjewel. Sorry, ik moet gewoon laten zien op YouTube, want ik heb echt al super veel likes gekregen. En daar ben ik super dankbaar voor. Ja. Ja, dat het ook zo snel gaat. Want dit is de eerste dag dat hij online staat. Nou, hier. Dansen. Dansen. Daar wou ik jullie ook gewoon even voor bedanken. Dat jullie mij zoveel likes hebben gegeven. En ook zo snel. En als je dat nog niet hebt gedaan, kijk natuurlijk zeker even op mijn YouTube kanaal. Dansen. Jongens, we zijn zo ontscherp. Kom op, hé. Ik doe dit niks voor niks. Maar dat. En wat ik in mijn vrije tijd doe. Nou, zullen we het daar maar eens over hebben. Nou, ik vind het leuk om te dansen. Maar dansen, dat is gewoon mijn hobby. En daarom heet het nummer ook dansen. Ja, waarom heet het nummer dan ook dansen? Omdat ik van dansen hou. Gamevideo's. Ik heb echt al zo lang geen gamevideo's gemaakt. Dus dat wil ik ook wat vaker doen. Zo leuk om, ja, video's te maken. Dus dat ga ik vanaf nu veel vaker doen. En, nou, in mijn vrije tijd dans ik. Ik zit vaak op Instagram. In mijn vrije tijd teken ik vaak. Ik speel vaak met Lusjes. En, dat is ook nog leuk om jullie te vertellen. Dat weten jullie denk ik al. Hier, ik neem ook allemaal dingen op. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Hey, we zijn een paar minuten later. Ik heb nu een tag gedaan op Instagram. En kijk, hier, dit heb ik. En daar staat, hebben jullie een vraag die ik beantwoord in een vlog? Stel hem dan maar hier. Nou, dan kun je hier je vraag stellen. En ik heb er echt al super veel. Nou, dus dan ga ik daar een paar vragen van stellen. Hier bijvoorbeeld. Dit is een fanaccount. Die vraagt, ga je weer TikToks plaatsen en dan een nieuw TikTok-account aanmaken? Ze waren zo leuk. Nou, dat is een goede vraag. Alleen, omdat ik TikTok niet meer heb, ik word ook elke keer van TikTok verwijderd. Dus het heeft dan niet meer zin om elke keer overnieuw, ja, zo'n account aan te maken. Dus ik zit gewoon nu op Instagram, daar kun je me altijd volgen. Luwan Bellinga _12 op Instagram. Dus vandaar omdat ik niet meer zo vaak op TikTok zit, want ik word elke keer verwijderd. En dat is ook niet meer leuk en Instagram is wel een beetje hetzelfde als TikTok. Dus vandaar dat ik nu op Instagram zit. Wat is je lievelingsfilm? Oeh, goede vraag. Mijn lievelingsfilm, ik ga nu even naar Netflix, want ik weet echt niet alle namen uit mijn hoofd. Ik ga even naar mijn account toe. Sonic. Hier. Ik kijk ook vaak Sonic. Ze hebben daar een film van. Maar dat mijn lievelingsfilm is niet. Zo'n goede vraag. Ja. Er zijn wel echt super, super, super veel films waarvan ik denk, wauw. Dit is echt leuk. En daar kan ik een paar aanvragen. De Boskampies. Die kennen jullie wel. Tenminste. De Boskampies. Die. Hier. De Chameleon 2. Die vind ik ook heel erg leuk. En Sonic. Die is 9+. We Can Be Heroes. Deze is ook wel bekend. We Can Be Heroes. Ja, eigenlijk super veel. Ik kan er wel tientallen van opnoemen. Maar dat zijn een paar. Zodat jullie een beetje in jullie gedachten hebben wat ik leuk vind. Hier. Wat wil je later worden? Nou,
artiest. Ik denk echt artiest. Dat lijkt me heel leuk. En dan op grote festivals optreden, zoals de Koningsdag 2022. Dus ik denk artiest. Ja, auteur wil ik. Auteur wil ik ook worden. Auteur. Ik weet geen eens of ik dat goed uitspreek. Maar ja, artiest. Dat lijkt me wel echt superleuk. Nou, ik heb hier nog een vraag. Welk liedje vond je het leukst om in te zingen? Jongens, jullie hebben echt leuke, maar ook moeilijke vragen. Wat moet ik ervan zeggen? Nou, ik vind alle liedjes die ik heb gezongen in de studio echt allemaal even leuk. Alleen, ja, het is gewoon inzingen, maar dan net een ander nummer. Dus het is gewoon eigenlijk hetzelfde, maar dan een ander nummer. Ik twijfel heel erg tussen herrie en cowboy. Nee, ik bedoel herrie en dansen. Dansen. Ja, ik vind ze echt allemaal leuk, maar als ik er eentje moest kiezen, is het dansen. Ja. Ja. Nou, hier, ik heb nog een leuke vraag. Gaat alles goed op school? Het gaat super goed op school. Ja, ik zit nu in groep 5. Wat weten jullie, denk ik wel, groep 5. Want ik heb 2 jaar in groep 2 gezeten. Dus 2 jaar langer gekleuterd. Dus, nee, 1 jaar langer gekleuterd. Dus vandaar, dus eigenlijk is 9-jarige leeftijd normaal dat je dan in groep 6 zit. Maar ik heb 2 keer in groep 2 gezeten. Dus vandaar dat ik 1 groep laag zit. En dat is groep 5. Eigenlijk is groep 5 alweer bijna voorbij. Want nog deze week en dan 2 weken naar school en dan weer een week vakantie. En dan nog maar een paar weken en dan hebben we alweer zomervakantie. En dan ga ik alweer naar groep 6. Het gaat hartstikke goed. Alle jongens van de hele groep zijn wel mijn vrienden. En ik heb ook een vriendinnetje, dat weten jullie misschien. Maar dat hou ik meer gewoon privé. Ik heb ook veel vriendinnen en ook een vriendinnetje. En veel vrienden ook. Ik speel ook vaak. Ik heb ook een keer gelogeerd met een vriendje. Dat was mijn allereerste keer mijn logeerpartijtje. Want ik heb nog nooit gelogeerd bij een vriendje dan. Wel bij opa en oma of bij een neefje, weet ik veel. Maar nog nooit bij een klasgenoot of een vriend. Dus. Maar op school gaat het hartstikke goed. Nou, hier heb je het. Heb je een vriendin? Ja. Ik heb een vriendin. Ja. Nou, ik heb hier nog een hele leuke vraag. Wil je kinderen? Wil ik kinderen? Ik wil kinderen! Ja. Ik wil echt kinderen. Dat lijkt me echt zo fantastisch. En zo leuk. Maar jongens, ik wil niet dat ik als ik 19 of 20 ben, dat ik dan al een vrouw heb met dan al 2 kinderen bijvoorbeeld. Ja, ik wil pas kinderen als ik boven de 30 ben. Ik wil nog eerst lekker genieten van mijn leven. Nou, als ik kinderen heb, geniet ik ook natuurlijk van mijn leven. Maar dan nog even zonder kinderen. Dan doe ik gewoon met verkering en leuk stappen. Maar jongens, ik ben nog maar 9 en ik word bijna 10. Dus dat gebeurt als ik 18 ben. Maar het lijkt me ook wel leuk dat ik dan net uit school kom en dat ik dan met mijn vrienden naar het centrum ga. En dat ik dan om 5 uur weer naar huis ga, dat lijkt me ook echt leuk. Maar dat is pas als ik 11, 12 ben. Maar ja, wat? Leuke vraag. Ja, dus ik wil laten kinderen. Ik wil 2 of 3 kinderen. Nou, hier. Nog een leuke foto. Nog een leuke vraag. Nee, ik wil deze eigenlijk helemaal niet stellen. Oké. Wat is je toekomstige vrouw? Groeten, Meerte. Maar blond haar. Leuk van die krullen. Lekker lang haar. Ik kan hier helemaal niet over praten. Nee, ik ga hier niet over praten. Maar gewoon een leuke vrouw met blonde haren en die positief is. Ik hou van positieve vrouwen. Niet van die negatieve vrouwen. Maar
leuke, positieve vrouw. Heeft veel moed. En die zegt nooit, ik kan het niet en ik geef het op. Dus echt een powervrouw die in het leven zet en die doorgaat in het leven. Nou, maar gewoon een leuke vrouw. Nou, hier nog een leuke vraag. Wat is je lieveling? Je lievelingland. Nou, ze bedoelen vast en zeker je lievelingsland. Mijn lievelingsland. Oh, ik moet er zo lang over nadenken. Ik vind echt super veel landen mooi. Turkije vind ik mooi. Ik vind Griekenland mooi. Ik vind Spanje mooi. Ik vind Portugal mooi. Ik vind Duitsland mooi. Ik vind Nederland mooi. Ik vind Frankrijk mooi. Ja. Als ik moet kiezen voor een land, ga ik voor Frankrijk. Ja. Ja, ja. Voor het mooiste land ga ik voor Frankrijk. En voor de mooiste stad ga ik New York en Dubai. Ja, en dan wil ik naar de Burj Khalifa. Mensen die niet weten wat de Burj Khalifa is, dat is het hoogste gebouw ter wereld. Ter wereld. Nou, hier nog een leuke vraag. Wat voor games speel je? Ik heb echt al super lang niet op een Nintendo gezeten. Animal Crossing, Mario Kart vind ik ook leuk. Minecraft weet ik niet. Die leeftijd, daar ben ik een beetje, ja. Ik vond het eerst super leuk, maar nu niet meer echt. Dus dat ga ik denk ik nu wat minder doen. Minecraft. Maar Roblox, dat speel ik ook vaak. Dat lijkt me ook leuk om vaker gamevideo's te maken over Roblox. Nou jongens, ik heb nog twee leuke vragen. Op welke datum ben je jarig? Mijn datum is 9 augustus 2012 om 17:30 s'avonds, s'middags, geboren. Vind je het leuk dat je eigen liedjes hebt? Ik ben zo dankbaar dat ik eigen liedjes heb. Het is niet van, oh, ik heb een liedje, wat boeit dat? Nee, ik ben wel echt blij voor mijn liedjes, wat ik allemaal heb gekregen. En ik vind ze natuurlijk ook super leuk. En het lijkt me ook leuk als ik beter Engels kan, dat ik dan Engels liedjes ga maken. Want ik vind Engelstalig mooier dan Nederlandse muziek. Tekst. Ja, dat vind ik echt waar. Ik vind Engelse tekst, muziek, mooier. Dus als ik 11, 12 ben, lijkt me wel echt leuk om Engels. Maar ja, dus dat waren even leuke vragen. Kijk dan. Oeh. Hello. Hi. Dat is beter. Ik ga hier nog even lekker mee spelen. Vonden jullie nou het een leuke... Vonden jullie het een leuke praatvideo? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik ook meteen even op het belletje. Nou, ik zeg hier doei. Ik wil alleen maar dansen.